Een boek geschreven, Onzeker, die wordt ook gepubliceerd in oktober. Ja. Wanneer is de laatste keer dat je zelf onzeker bent geweest, Julia? Hoe voortdurend. Er juist toen ik de parking moest zoeken. Nee. Ik vind het altijd, ik vind het heel mooi. Een vriendin van mij zei gisteren van... Heel mooi gezegd. Altijd als ik opsta, heb ik in mijn rechterschoen onzekerheid en in de linker vertrouwen dat ik het wel zal kunnen. En dat vind ik een hele mooie metafoor om in het leven te staan. Als je op die manier kunt kijken naar het leven, dan denk ik van oké, well done of zo. Dus een boek, ik ga daar misschien al een kleine pitch voor geven. Het is nog eventjes voor het uitkomt. Maar het probeert eigenlijk ook die onzekerheid wat mooier te maken. Omdat we dat heel vaak zien als iets negatiefs. Want we moeten streven allemaal naar absolute zekerheden enzovoort. Ik heb zelf ook rechten gestudeerd en zo. Dus ja, als er één richting is die de absolute zekerheden probeert te botoneren, dan is het dat wel. En je merkt eigenlijk dat er heel weinig van die absolute zekerheden zijn in de wereld. Dus eigenlijk, akkoord, een job als werknemer bijvoorbeeld heeft meer zekerheid dan als zelfstandige. Maar then again, ben je ook nooit 100% zeker van je leven. Of van je job. Dat is absoluut zo. Hij is zo. En ja. Je merkt gewoon dat die wereld heel snel rondom je heen verandert. En het boek probeert eigenlijk op zoek te gaan naar oké, hoe gaan we nu om met die veranderingen? Hoe geven we mensen de tools om zich goed te voelen midden in die onzekerheid ook ergens?